vind het vandaag een hele feestelijke dag. Ik vind het leuk, hartstikke gezellig. Ik vind het heel leuk. Dat is leuk. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Leuk. Ik vind het leuk. Nou, ik vind het een prachtig idee. Ja, ik vind het echt een hele leuke gebeurtenis. Er zijn heel veel mensen, veel verschillende mensen. En ja, het is gewoon echt een uniek gebied hier, denk ik. Nou, het ziet er erg leuk uit en de kinderen hebben heel veel plezier. En de ouders ook, denk ik. Ik vind het ontzettend gezellig. Ik vind het heel leuk om allemaal mensen hier eens een keer op het platteland te zien. Deze gebeurtenis is eigenlijk een voorbeeld van wat wij het liefst op zo'n plek, dit is eigenlijk in de stad, net buiten de stad, wat we op zo'n plek heel graag zouden willen. Dus daarom is deze gebeurtenis georganiseerd. Het gevoel van nou ja, je eten zelf ophalen, klaarmaken, dat soort dingen, dat willen wij hebben laten zien vandaag. Wij hebben het gebied zelf 2 jaar geleden zeg maar, ontdekt, dat dit nog allemaal open land is waar een heleboel mee zou kunnen. En we willen graag dat meer mensen daarvan gaan gebruik maken. Dat wil het stadsdeel eigenlijk ook, maar het is nog een beetje onbekend. En eigenlijk nu is pas duidelijk geworden dat het echt gaat worden ontwikkeld voor de stedeling. En daarom hebben we deze maaltijd vandaag. Als vereniging Boeren Stadswens vinden wij het erg belangrijk dat de stedeling een beetje voeling houdt met waar zijn voedsel gemaakt wordt. En daarom hebben we ook echt gezorgd dat het eten voor vanavond alleen maar uit deze streek komt en dat de mensen het zelf moeten ophalen. Dat ze kunnen zien hoe de boerderijen erbij liggen waar dat voedsel gemaakt wordt en het zelf kunnen plukken. We willen hier graag blijven en dan als onderdeel van Tuinen van West. Ik geloof dat Boeren Stadswens inmiddels ook een klein beetje genegen is om ons een beetje te steunen om dit akkergebouwgebied, wat ook heel belangrijk is voor de voedselvoorziening, tuinbouw. Bij de Tuinen van West te trekken, zodat dit daar het natuurgebied, hier de akkers en dan daar het veenweidegebied waar er hier geen akkerbouw kan gebeuren. Dus nou, kom op, knippen maar! Knippen jongens! Ja, Boeren Stadswens is een vereniging van stedelingen die een meer betekenisvolle relatie willen met het platteland om Amsterdam. En we hebben in Amsterdam het voorrecht dat er hier nog heel veel boerderijen om de stad liggen en aan alle kanten open land is. En we hebben ook het voordeel dat we een wethouder hebben, Marijke Vos, die met haar proeftuin gaat zorgen dat dit terrein ook groen blijft en in dienst van voedselproductie voor de stad. En als Boeren Stadswens willen wij gewoon burgers uitnodigen om daar meer van te zien en te genieten. Dit wordt een spannend moment, want de bakfiets is zwaar. Hij ligt nu vast. Dus we gaan met een paar mensen aan de bakfiets tegenhouden en dan langzaam naar binnen rijden. Kom maar uit. Thank you.
Vroeger hadden wij een klein tuintje, daar hadden we een snijbieten in. Deze boerderij is in handen van het stadsdeel. En in dit gebied zijn we nu aan het nadenken van hoe we een vorm van agrarische recreatie, noem ik het altijd maar, hoe stedelingen in contact kunnen komen met de voedselproductie. En de stand nu is eigenlijk dat mensen uitgevraagd wordt om mee te denken van hey, hoe zullen we dat gaan doen? Dus het is een redelijk open situatie. Ik wil gewoon dat het natuur, we vriendelijk met de natuur moeten omgaan. Niet alleen maar het gebouw. Want een mens is zo hebberig dat wij niet waarderen wat we hebben. Als dit natuur niet bestaat, dan hebben wij geen leven meer. Ik vind het zonde dat het nu zoveel kantoor gebouwd is dat niet gebruikt is. Je kan 1 meter ook gebruiken en ook 10 meter gebruiken, maar ik ga voor 1 meter. En eigenlijk zou er een systeem moeten komen, denk ik, waardoor mensen lokaal hier vlakbij, die in de stad wonen, meer van de boer zouden moeten kopen. Waardoor eigenlijk er een soort lokale kleine markt ontstaat. En ik denk dat dat heel erg goed zou zijn, ook om het boerenleven weer een nieuwe spirit te geven. Ja, maar toch gewoon veel aandacht geven en het aantrekkelijk maken voor mensen uit de stad. Om mensen bewust te maken dat er in zo'n vlakbij, naast de stad, zo'n mooie boerderij is. Ik weet niet zoveel wat er in mijn omgeving te verkopen stond. Nu vandaag heb ik dat gemerkt en ontdekt. Je kan niet 1, 2, 3 ergens naartoe gaan als je niet weet. En nu weet ik waar er ongeveer wat ik moet hebben. Dit vaker organiseren. Andere natuurgebieden. Veel meer ruimte krijgen. Als je kijkt naar de luchtvervuiling, de milieuvervuiling, denk ik dat we nu echt de natuur in moeten om het te kunnen redden. En mensen hier brengen is ze weer bekendmaken met wat we vroeger al kenden. He? Gewoon weer evenwicht in ons leven. Binnen zitten is leuk, maar buiten krijg je energie. Mensen, de natuur in. Bedrijven, daar kennen we genoeg. De winkel zit er vol, de lucht zit vol, de bodem zit vol. Nu moeten we even aan onszelf gaan denken. De opwarming van de aarde, dat moeten we tegengaan. Dus hier geen bedrijven. Ik zou zeggen dat er meer reclame gemaakt moet worden. Op scholen, buurthuizen, waar ouders komen om te zeggen van dit is een boerderij. Hier, wat we elke dag hebben, is eten. Dat we hier moeten komen om dankbaar te zijn van dat we het ook nu zelf gezond kunnen houden op ons bordje. Nou, meedoen met de Boerenstadsens. Ze kunnen lid worden van de Boerenstadsens en dan blijven ze op de hoogte. En meedoen met dit soort activiteiten en mensen leren kennen. En zelf ook met projecten beginnen. Ik bedoel, en ook meedenken over hoe we als Amsterdam zeg maar, met ons land rond de stad omgaan. Ik ben natuurlijk super blij dat we zo'n prachtige dag hebben gehad. En dit was wel een voorbeeld van wat we als Boerenstadsens graag willen. Nou, de sfeer, we hebben het weer mee. De kinderen leren ook meer over biologische dingetjes. Maar het is ook allemaal nieuw voor ze. Ze zijn allemaal gewend om naar Albert Heijn alles daar te kopen. En nu proeven ze echt biologische groenten en melk en al. Wat ik fantastisch vind is dat alle oogst vandaag, alles is vandaag geoogst. En het ziet er fantastisch uit. Er is veel te doen. En, wat bijvoorbeeld? Ja, koken, boogschieten, hindernissen en lekker. Natuur is belangrijk. En natuur brengt mensen samen. En het is gezond. Daarom ben ik ook gekomen, omdat ik zeg van in de natuur, dat is het leven. Ik vind het een hele ervaring, want onze kinderen wonen in de stad. Groeien op in stad en ze weten niet waar het groente komt, melk komt, hoe het natuur zich bevordert. En daarom vind ik zo'n mooi initiatief en ik zie kinderen ook echt op het land spelen. Dan heb ik zo'n mooie ervaring. Ik wou dat ik dit 15 jaar geleden al zoiets mee
hebben gemaakt.